Hoi allemaal, goed jullie te zien. Ik zal je even goed zetten. Zo. Ik heb een flinke shoplog. En ik heb nog een tas, die is heel erg zwaar. Ik weet nu ineens niet waar alle bonnen zijn. Dus, maar het is meestal tussen de 55 cent, tussen de 3 euro. Daar ben ik gebleven. Het is van de DM en Müller. En ja, en wat lokale dingetjes. Dus ik ga eerst met deze tas beginnen. Dus het is een flinke shoplog. Dus ik zou zeggen, pak er iets bij. Dan kan je lekker meekijken. Ik ga het in ieder geval graaien. Ik heb in ieder geval twee ruggenschobbers gekocht. Volgens mij bij de Müller. Ik heb ook Nestle Ziel gekocht. Ik heb wat van die watten dingetjes gekocht. Wattenstokjes bij de DM. Dus, mocht ik ze vinden, dan kan je altijd nog even vragen. En dan zeg ik het wel beneden in de comments wat de prijs ongeveer was. Ik heb blarenpleisters of drukpleisters meegenomen. Dus die. Koekjes. Gebittenbakkie. Het is allemaal tussen de 2 en 3 euro. Dus dit was ook niet zo duur. Heel goedkoop trouwens. Ik heb twee keer body lotion meegenomen. En ik heb ook twee keer voetencreme meegenomen. Ja, cookies. Drie pakjes Gillette scheerdingen. Voor Ernst. Lekkere kersenbonbonnetjes voor hem. Drie keer badschuim voor hem. Alcoholpetjes. Hij heeft een apparaatje hier op zijn arm. Dan kan ik hem met schoonmaken. Ik heb nog twee van die watten dingen meegenomen. Ik heb wat lokale jammetjes gekocht. Vind ik altijd wel lekker. Een dextro. En twee bounty. Nou, dat is in ieder geval één tas. Daar ben ik wel heel snel doorheen gegaan, want ik heb nog een grotere tas. En die zit echt stampensvol. Dus dan ga ik die trezor weer even in doen. Nou, dat doen we dan even samen. Dan neem ik weer wat mee. Dit natuurlijk weer. Ik moet zeggen, in Duitsland is het wel allemaal een stuk goedkoper. Ik zit er allemaal in te proppen nu. Weer. Dus dat. Die. Die gaat er weer in. Deze kan er weer in. Die. En die. En die. Oh! Goed. Dan hebben we de grote gevaarten hier. Deze. Nou zie je me niet, maar hij zit prop en propvol. Dus ik ga het gewoon heel even door. Dan is dit de grootste shoplog die er ooit is geweest. Maar het was wel de moeite waard. Oh ja, en ook nog wat dingetjes van de Lidl. Ik had in ieder geval ook thee meegenomen bij DM. En nog een pakje thee. Wil je weten wat voor thee? Ik heb hier menstruatiethee. Ja, die hebben ze tegenwoordig. Schild ohne Never Tea.
Het leek me wel lekker. En Hush 8 tea. Ik ken geen Duits, dus... bear with me. Ik heb in ieder geval 1, 2, 3 keer badschuim gekocht. 55 cent of zo. Maagtabletten. Ik heb soms wel eens last van maagzuur. Ik heb 3 leuke pakjes van die reinigingdoekjes gekocht. Die vond ik wel heel erg grappig. En ik heb iets van... Oh ja, dat was bij de Vibra in... dingen. Heb ik de techniek verzorging gekocht. Maar ook een beetje make-up. Dus deze heb ik genomen. Deze heb ik genomen. En deze. Dit is zeg maar de gezichtslijn. Die wou ik echt proberen. Nou, hier in Zoetermeer nergens meer te krijgen. In Limburg daar nog wel. Oh ja, dan heb ik hier ook nog een thee. Dat zijn er 4. En dan heb ik ook nog iets van scheerschuim gekocht. 2 stuks. Dat is ook iets van 1 zoveel. Vraag het even, mocht ik het vinden, dan geef ik het gewoon aan. Daar heb ik hier 2 van gekocht, ja. Kijk, 2. Dit is voetensteek. Is wel lekker met dit weer. Oh ja, die foam hoorde er ook nog bij. Dan heb ik hier 2 droogshampoos gekocht, weer om te proberen. Ik vond de vorige keer ook lekker. Dan heb ik van die spierencreme gekocht. Perfect. Ik ga er heel snel doorheen, sorry dat het zo is. Maar het is echt heel veel. Dan heb ik ook nog bij de Lidl deze gekocht. De Spa Moment. Samen met dag- en nachtcreme. Dat wilde ik ook eens proberen. Ik hoorde dat dat ook goed was. Dan heb ik hier van die anti-blazenstick. Van die blarenstick voor tussen je benen, zeg maar. Voor schurende benen. Dan heb ik hier die waxsticks voor je haar. Voor de babyhaartjes als je een staart maakt of wat dan ook. Daar heb ik er nog 2 van genomen. Daar heb ik er 4 van meegenomen. Die waren 2,95 of zo. Een pak Tempo. Ik heb ook nog wat pijnstillers Neurofastin gekocht. Deze wilde ik proberen. Dat is voor je gezicht, benen en handen. Het merk schijnt een heel goed merk zijn. Neem gelijk een pot mee. Ik kijk er even tegenaan. Ik heb 2 Wild Deo navul gekocht. Perfect. Zijn daar goedkoper als hier. En anti wonderstick en een lekker luchtje heb ik gekocht. Die was bij de bij de Lidl in Duitsland. Nog een overnight olie gekocht van Technique. En hier nog een primer. Dan heb ik hier die make-up dingen. Eentje plat en eentje puntig. Altijd wel handig om te hebben. Hier heb ik nog een wonderstick. En dan heb ik hier nog een bodycreme. Ja, een bodycreme gekocht van de Spa. Een gewittebakkie. En nog 2 van die dingen. En dan heb ik cosmetic vlies tugen. Nou, als je kijkt hier zo. In 4 stukjes en dan kan je kleine stukjes van maken. Dan heb ik nog een Belea BB cream meegenomen. En dan heb ik ook nog heel veel maskers meegenomen. Om te proberen. Altijd wel leuk. Ik vind dat wel leuk. En volgens mij was dat zo een beetje. Oh ja. En wat dan heel goedkoop was, was maatverband. Die heb ik ook nog gehaald.
Dus dat. Dan heb ik hier nog een beetje dingetjes van make-up. Hier heb ik er 2 van meegenomen. Dus, speciaal voor pukkeltjes. Een soort concealers ding. Maar dan in een stipje. En dan heb ik 2 van deze pakjes van wattenstaafjes van Belea. Kan je iedere keer hergebruiken. Nou. Zijn we daar klaar voor? Ik heb nog bij de Vibratoon 2 Techniek oogschaduwtjes meegenomen. Nieuwe. Die vond ik onwijs leuk. Deze 2. En 2 paletjes. Vintage Vibe en Rock Rose. Rocky Rose. Dan heb ik nog 3 losse oogschaduwtjes gekocht. Van Trend. Een groene. Een bordeaux rode en een beetje een brons gouden kleur. Ook maar 2, 3. Soms is 4. Ik heb hier een Sun BB Cream gekocht. Daar heb ik er 2 van. Oh, die had ik gekregen eigenlijk van een vriend. Van een vriendin van me. Van mijn beste vriendin, moet ik zeggen. En hier ook nog 2 Techniek paletjes. Vond ik ook nog wel leuk. Ik heb hier 3 paletten van Art Deco gekocht. 3 verschillende. Deze, deze en deze. En dan heb ik ook nog een matte lipstick gekocht. En een highlighter van Trend It Up. En nog een mooie donkere lipstick. Volgens mij was ik er zo. Even kijken, want ik heb nog een tas. Dit ga ik er even terug in het tasje doen. Kan ik straks weer even opnieuw erin doen. Volgens mij had ik hier ook nog wat in zitten. Even kijken. Oh ja, een zakje. En dan kan je zeep in doen en dan kan je lekker mee scrubben. Oh ja, we hebben nog tomatenkruiden gehaald bij de Lidl. En verder is niks, geloof ik. Nee. Oh ja, ik had nog bij Normal iets gekocht. Dat was zeg maar W7 Pink Blur en tandenborstels. En nog iets van gel polish. Wat ik daarmee ga doen, weet ik nog niet. Maar dat was het, geloof ik, een beetje. Ja, nou, dat is dan mijn kleurborstel. Wel meegenomen, 1 keer gebruikt. Oh ja, en ik had ook nog scheermesjes gehaald. Ik nog meer? Niks, geloof ik. Ja. Nou. Dat is het een beetje. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte. Bye bye.